En vandaag zijn we in het bos. En mijn camera zit ook aan. Dat zien mijn kijkers ook wel. En ik kijk heel eventjes snel. Ja, hij doet het. En we zijn nu in het bos. We hebben de fietsen erachter gelaten. Ja. En, het gaat wel allemaal goed. Ja. Dit wordt echt een hele leuke video om naar te kijken hoor. Ja. We zijn in het bos en ik vind... We zijn dus in het bos, dat hebben we net ook al verteld. En we gaan gewoon de kant op. Ik ken het bos ook niet zo goed. Nee, ik wel, want ik woon vlakbij. Ik kan er echt met de voeten heen. Ja, iedereen kan er met de voeten heen, alleen is het een beetje ver. En we gaan gewoon wat doen. Ja, ik ken de weg hier wel een beetje, maar nu dat we hier dan helemaal in de hoek van het bos zitten, of helemaal dat we nu... Ja, helemaal die hebben ze op de schuilkelder. Ja, die hebben we in de speeltuin ook zo in. Ja, en die hebben ze in de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Denk het wel, ja. Of de eerste zelfs nog. Waar zullen we heen gaan? Zullen we daar de berg op? Ja. Oké. Okay. Je moet echt goed uitkijken met wat we zien, want het is echt niet goed. Het is echt niet fijn dit in het bos. Nooit. Ja, wel wat, maar niet heel veel. Ik ben wel een natuurverkenner, maar niet van wat welk beestje we een beter niet aan kunnen raken. Maar dat weet ik wel. Ik ben een keertje uitgeroepen dat we goede natuurverkenner. Ja, maar bijvoorbeeld... Ik weet wel dat er een spin een overal kan zitten. Als die bijna bij 5 minuten... Die zitten ook hier. We moeten ook vooral oppassen voor teken. Ja. Misschien moeten we bij mij thuis, maar even gaan zwemmen, want dan weten we zeker dat ze dat als een ander ziet, zien we dat wel. We moeten even voorzichtig naar beneden lopen. Ja. Ik heb naar beneden gedonderd met de grond. Daar krijgen jullie ook zeker nog een video van te zien. Dan heb ik waarschijnlijk nog steeds deze camera, maar die krijgen jullie ook heel vaak te zien. En ik ga er ook zo eentje halen. Ja, misschien Bram. Ik weet Bram niet. Ja, ik denk het wel. Ja. Sowieso deze maand denk ik wel. Ja. We zijn in het bos. Ik weet ook niet of ik mijn video ga uploaden. Misschien wel, misschien niet. Oh, zo meteen kunnen we hier ergens. Dat weet ik, want ik ben uitgeroepen tot scanner. Ik ook een keer, hè. Toen ik nog jonger was. Ja, ik was senior. Hier ergens zit een rivier daar. En hier kunnen een soort tekenspinnen zitten. Ja, hier wil zitten teken. Sorry, mensen dat ik zo kwank sta, maar ik weet niet wat last van heb. Oh ja, we gaan weer. Moeten we echt goed weg onthouden. Ik zag hem net in, hè. Ja, gewoon doorlopen, dus niks aan de hand. Ja, als we maar niet om ons springen. Nee. We gaan wel de natuur verkennen. Als we verdwaald raken... Dan kijken we de video terug. Want we kunnen altijd de weg terugvinden. Dan moeten we wel aan het einde beginnen. Ja. En ik heb een soort klein ingebouwd navigatiesysteem in de ding zetten. Dus we kunnen eigenlijk nooit verdwalen. Maar als... Ja, ik ga naar hier. Hier is een ding. Hier is een... Wow, kijk die... What the fuck? Het ligt droog. Wow, hier is... De laatste keer dat ik hier was het hier zo... Was het gewoon een beautiful beek. Zullen we erin gaan staan? Oké, even een stukje bekennen hoor. We zetten hem even... Nee, wacht. Laat maar. Brand, even op stop, maar ik ga gewoon door. Nee, dat hoeft niet. Yo, gek. Gast, die kan op. We staan gewoon in een beek. Kijk dan. Ja. Zullen er droge dieren liggen? Wat is dit? Waar zijn de vissen? Er liggen gewoon allemaal blikjes, hè? Dus ik ga eraf uit. Dit is best eng. Want je kunt één foto brengen en je ligt gekookt. Ja. Dat is wel cool. Ja. Ik denk dat er verderop nog wel wat water ligt. Dat moet wel. Ja. Kan niet anders. Jij in dat pad, ik in dit pad. Hé, hey, er is een bom weer. Oh.
maar echt, ik weet nu al de weg niet meer terug. Meenend. Ja, ik heb wel genoeg. Gast, hier loopt het helemaal door. Zullen we gewoon het pad volgen? Ja. Al door de beekje nog lopen, maar dat... Oh shit, wat doen we nu? Pad volgen?